Er wordt aan heel wat zaken gewerkt om het productieniveau van voor export te halen. Dit zijn woorden van minister Prahlaad Sewdin van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Als eerst moet volgens hem de prijs van grondstoffen omlaag worden gedrukt om zodoende te kunnen concurreren met anderen. Hierna spelen marketing en de verwerking van producten een grote rol bij het opkrikken van het exportpercentage. En ik zoek al een hele poos naar middelen om een verwerkingsunit neer te zetten voor het snel invriezen van groente en fruit. Projecten zijn geschreven, zijn ingediend en dan krijg je te horen van oké, een IDB gaat mogelijk financieren. Dan komt Islamic Bank die zegt van ik heb meer belangstellenden ervoor. En pas dus zo aan, ze zijn continu bezig daarmee. Maar dat moet er komen, want elk kilo product dat je produceert mag niet verloren gaan. Want dat gebeurt nogal veel. Vooral bij goed weer heb je gauw overschot. Waar de peper 4-5 maanden geleden 8000 SRD per bak was. Dat is nu maar een paar honderd SRD, weet je. Je ziet mensen gewoon peper niet meer oosten. Het klimt weer nu langzaam. Dus dat zijn allemaal zaken die helpen. De minister heeft ambitieuze plannen aangekondigd om de landbouwsector te versterken, zodat het land zelfvoorzienend kan zijn. Volgens hem moeten Surinamers de mogelijkheden die worden aangeboden in de agrarische sector goed benutten. Hij doelt hierbij onder andere op de vele gronden die beschikbaar zijn voor landbouwdoeleinden. Kijk, als die behoefte aangegeven wordt, kunnen we die ondersteuning bieden. Als we het niet rechtstreeks kunnen doen, kunnen wij hulp van het buitenland, tenminste van bevriende naties en instituten, kunnen inroepen om dat te doen. Maar je moet investeerders hebben. De president heeft al een keer bekendgemaakt, we hebben zoveel land ter beschikking voor agrarische doeleinden. Ik had gehoopt dat die mensen in de rij zouden staan. Ze staan niet in de rij. En dan check je ook waarom dit plaatsvindt.